We gaan het er eindelijk over hebben. Escape from Tarkov. Een uitermate populaire game op Twitch. En je weet het bij GameKings. We krijgen er veel vragen na. Al ruim 1, 2, misschien wel 3 jaar. Maar als niemand die game speelt, wat moet je er dan over zeggen? Dat wordt heel erg lastig. Je moet iets wel leuk vinden om er echt in te duiken. En Escape from Tarkov is een game waar je echt moet induiken. Om er ook iets zinnigs over te zeggen. Nou, we hebben nu Jasper. En wat blijkt? Ik ben ontsnapt uit Tarkov. Jij bent ontsnapt uit Tarkov. Jij blijkt dus een fanatiek Escape from Tarkov speler te zijn. Zeker. Ja, hoe fanatiek? Nou ja, ik ben er heel slecht in. Ah, oké. Okay. Maar dat is denk ik wel redelijk common bij de game. Het is een ontzettend moeilijke game. Maar ja. Ik kom er maar steeds weer naartoe. Of ik kom er steeds weer naar terug. Want ik vind het gewoon super vet. Het is gewoon echt een hele, hele, hele vette game. Er gaat geen week in jouw leven voorbij sinds pak een beetje 2016 dat je die game even aanraakt. Ze zeggen in Groningen, er gaat niets boven Groningen. Maar ik als Groninger zeg, er gaat niets boven Tarkov. Niets boven Tarkov. Voor de 5 mensen in Nederland die niet weten wat Escape from Tarkov is, leg even in een nutshell uit waar deze game om draait. Ja, Tarkov is een hele kleurrijke card game. Nee, dat is niet waar. Tarkov is een looter shooter, zoals dat heet. Ja. En je speelt het tegen zowel computerspelers als mensen in dezelfde server. Mm-hmm. Het zijn kleine, een beetje hermetisch afgesloten maps met een aantal exits. En jij gaat met een aantal menselijke spelers, begin jij eigenlijk simultaan aan een potje. Mm-hmm. Dan heb je 20 minuten om wat objectives uit te spelen. En dan moet je daarna weer naar een exit gaan. Maar ondertussen kunnen andere spelers ook jouw shit afpakken. Ja. Dus ze kunnen ook jou opwachten bij een exit. En ondertussen lopen er ook nog allemaal Russische scavs heten die. Dat zijn een soort van Russische hangjongeren met AK's. Die schreeuwen Russisch en die rennen op de map rond. En die proberen je ook nog te killen. En dat zijn CPU's waarschijnlijk. Ja, dat zijn CPU's. Maar, dat is het leuke aan Tarkov. Jij hebt 2 characters. Je hebt je main character waar je eigenlijk allemaal missies mee kan doen. Mm-hmm. En als die doodgeknald wordt, dan heb je een 20 minuten cooldown. Mag je niet met die character. Maar dan mag je met zo'n Russisch hangjochie spelen. Okay. Een scav. Dus dan kan je dus eigenlijk heel roekeloos rondrennen. Dan kan je gewoon eigenlijk gewoon je frustratie, je woede even afregen. Is wel slim. Anders slop je gewoon je hele boel. Wat ik al zeg van, het is een... dit weekend wat zitten kijken. Het is populair op Twitch. Er zijn veel mensen die het spelen. Maar het is een game die niet iedereen kan spelen. Want het is een onvergevelijke, hele moeilijke game. Sterker nog, het wordt gezien als een van de moeilijkste MMO-achtige games. Want er zit een MMO-structuur ook een beetje in. Ja, tenminste, MMO. Het is sowieso... RPG. Ja, het is een beetje van alles wat... Kijk, ik was voordat ik Tarkov speelde, speelde ik heel veel PlayerUnknown's Battlegrounds. Mm-hmm. Vond ik een heel vette game. En ik denk wat ik vet aan PUBG vond, was de realistische encounters die je had. Zeker als je met 4 man speelde, want Tarkov kan dus ook co-op. Ja, gewoon de manier waarop je enemies moet omsingelen. En het is heel tactisch. En Tarkov gaat nog een stapje verder. Ja. Je moet heel erg opletten hoe hard je loopt. Je hebt bijvoorbeeld, je ziet hier linksonder in het scherm, zie je een X en een Y-as. Dat is zeg maar, je kan crouchen op 10 niveaus, je kan rennen op 10 niveaus. En als je echt zeg maar, alles helemaal naar links hebt, dan ben je gewoon een soort menselijk pakketje. Dan schuift hij en je hoort geluid, hoor je heel goed in de game. Dus moet je ook met een koptelefoon spelen. Absoluut. En ik denk wat ook bijvoorbeeld heel vet is als jij een mannetje killt, je krijgt geen confirmation. Er staat niet enemy killed. Dus iemand zakt in 1 en dan weet je pas of die dood is als je echt bij zijn lijk staat. Je moet hem echt even spotten. Ja. En dat creëert gewoon een soort paranoïde gevoel in een game wat dit voor mij een van de spannendste games ooit maakt. En hier zie je ook een level, dit is een soort verlaten IKEA. Nou ja, kijk, zo'n potje begint en al die spelers komen tegelijkertijd op de map. Ik weet niet met hoeveel menselijke spelers je in zo'n map zit. Ik denk tussen de 10 en 20 of zo. En die kan je gewoon tegenkomen, maar die kunnen al jouw shit jatten, zeg maar. Ja, want dat is iets wat vrij heftig is. Op het moment als jij doodgaat, ben je alles kwijt. Laat ik zeggen, gedurende deze game kun je gaan looten. Kun je ook wapens tegenkomen. Misschien wel hele vette wapens zou je kunnen tegenkomen. Bij de meeste games, dan gaan die gewoon naar je inventory. Je gaat dood, maar dan zit het gewoon in je inventory. Weet je wel, dat is hier niet het geval. Je bent het gewoon kwijt. Ja. Je kunt wel... verzekeren. Je kunt een verzekering afsluiten. Klopt, je kan verzekeren. En je hebt in je inventory, zeg maar, het werkt met... je hebt, zeg maar, hokjes, een beetje à la Resident Evil inventory. Ja. Je hebt wel... Ja, dat is een beetje flauw. Als je er is ook een soort premium versie van de game. Dan heb je een grotere safebox. Je hebt een soort van safebox. Ja, dit is de inventory. En je hebt dus een box waarin je ook dingen kan doen die je niet kwijtraakt. En je kan inderdaad dingen verzekeren. Dan krijg je ze weer terug voor een kleine prijs. Ja, dat maakt gewoon dat er een hele grote penalty op doodgaan staat. En ja.
dat maakt voor mij de game heel spannend. Al moet ik je wel eerlijk bekennen dat ik eigenlijk nog steeds niet echt weet waar het heen gaat in de game. Want eigenlijk, ik heb het heel veel gespeeld met een vriend van me, Matze. Er zit een single player in. Ja, de PMC, zeg maar, dat is je character waarmee je dus soort van een single player hebt. Ja. Maar die single player speel je wel met maps waar ook online andere guys in zitten. En dat zijn missies van ga naar de bunker en pak een fles, pak een tray waterflessen. Ja. Of weet ik veel, ga naar het kantoor en pak een paar documenten. Het zijn allemaal van die fetch missies. Ja. En je hebt dus ook een soort hideout in de game die je kan upgraden. En als je die hideout upgrade, dan bijvoorbeeld regenerate je character weer sneller health als die is neergeknald. Ja, het zijn allemaal dat soort dingen. Ja. Maar het ding is, ik word in deze game nog steeds eigenlijk grotendeels afgeknald. Maar ik blijf er gewoon naar terugkomen, want het is gewoon zo ontzettend realistisch. Je bent masochistisch aangelegd. Ja, I guess. Ja, ik denk dat het wel lekker. Ja. Het is namelijk ook niet alleen bestaat er dus inderdaad een death penalty. Je bent gewoon je shit kwijt. En nogmaals, je kan wel verzekeren. Maar goed, dat is pijnlijk. Dat is een van de pijnlijkste dingen voor gamers. Iets vinden en dan vervolgens de angst dat je het ook daadwerkelijk weer kwijtraakt. Ja. Maar de moeilijkheidsgraad zit hem ook in dat het door velen ook een beetje wordt gezien als een simulatie. Binnen het Russische team wat dit gemaakt heeft. Ik zal even kijken hoe ze heten, want ze heten Battlestate Games. Battlestate Games, inderdaad. Daar werken ook een aantal mensen die spetnats zijn geweest. Oftewel, Special Forces, maar dan de Russische variant. De wapens kun je dus upgraden. Die kun je bouwen, als het ware, met de grips. Het is echt belachelijk. Je kan die hele wapens uit elkaar halen. Nou, ja. Het is echt belachelijk. Maar de kogels... Ik heb nog nooit echt met dit soort geweren geschoten. Dus ik zou het niet weten. Maar naar verluid schiet het zoals het ook in het echt schiet. En nou kijk ik best wel vaak van die filmpjes over de strijd in Oekraïne en Rusland. En dan zie je gasten gewoon... Kijk, bij Call of Duty zit je echt gemikt te schieten. Weet je. Je ziet een cursortje in beeld en dat soort dingen. Maar vaak schieten ze ook maar op iets waarvan ze denken dat het er is. En 9 van de 10 kogels vliegen alle kanten op, behalve richting het doel. Omdat het gewoon heel lastig schieten is. Ja, dat is hier ook zo. Ja? Hoe omschrijft dat is dan? Kijk, bijvoorbeeld bij Call of Duty inderdaad kan je gewoon de schietknop ingedrukt houden. En dan is het gewoon... En dan heb je een mannetje dood. Bij deze game, als je dat doet, je houdt de trigger in, dan zit je binnen 2 seconden, schiet je ongeveer naar de hemel toe. Ja. Dus je moet heel erg nadenken over hoe je vuurt, wanneer je vuurt. Eén geplaatst schot en burst fire is veel beter. Of gewoon single shot, zeg maar. Je moet gewoon dus niet de schietknop ingedrukt houden. Ja. Dat is een recept voor disaster. Ja, hier ga ik. Ja, ik was hier, ik was op de duur door mijn ammo heen. Ja. Maar dit is een standoff die ik heb met een computerspeler, die beetje aan het buggen is hier. Die is wel vrij dom, ja. Die stopt op de duur met schieten dus. En ik kwam erachter dat ik geen bullets meer had. Dus je ziet ook... Je gaat meteen woep omhoog. Ja. Er is ook gewoon geen cursor. Nee. Je moet echt je iron sights gebruiken. En, God damn it. Maar ik moet wel zeggen, als je dus iemand downt in dit spel, is dat echt ontzettend, ontzettend rewarding. Want je ziet gewoon zo'n mannetje ineen zakken en dan denk je, wow, volgens mij is hij dood. En ik speelde het dus samen met een maat, want dan sta je dus veilig. Ja, dan kan je dus elkaar ook nog een beetje er doorheen sleuren en communiceren. Je ziet het gewoon niet. Dus je moet er naartoe lopen en dan zie je het like liggen. En dan ligt daar dan ook à la PUBG, à la Warzone als een gear naast? Ja, kijk, en dat is dus weer een mooi element. Als jij een mannetje downt... Ja, ik ga deze gast... dit is dus niet echt representatief voor de standoffs in Tarkov. Nee? Oh, wie schiet er dan nog meer op jou? Oh, dat is weer een andere gast. Ja, dit zijn computerspelers. Oké. Je kan dus iemand zijn loot pakken. Maar ja, als jij net allemaal herrie hebt lopen schoppen met een AK... dan gaan andere spelers op de map, die gaan dat horen. En zeker de wat beter bepakte spelers, die gaan daarop af. Want die horen gewoon een spaarpotje daar knallen. Dus als jij zeg maar iemand aan het looten bent, dan zit je dus ook helemaal in een soort submenu met allemaal items. En dat is, daar ga je meestal gewoon dood. Ja. Er komt altijd iemand op af. Dus het is ook zeg maar, kan ik looten, ja of nee? Dat zijn ook hele, dat zijn echt keuzes die je moet maken. Dus je komt ook wel eens gewoon lijken tegen van met de looten nog bij die andere dood hebben geschoten, omdat niemand daar is gaan looten. Ja. Het kan ook als een soort van lokmiddel. Absoluut, absoluut. En dat doen mensen ook wel eens. Ja, dan laten ze, dat is trouwens ook, dat was bij mij met PUBG ook altijd een trucje. Als ik in een huisje zat, dan zette ik altijd een health kit neer. Net als de deur open ging, dan zagen ze die health kit. En dan waren ze altijd helemaal geil op die health kit. En dan stond ik daar om de hoek en dan knalde ik ze neer. Maar ja, goed, het ding met Tarkov is dus, ik weet niet helemaal waar het heen gaat qua missies. Wat je in principe dus hebt, is dat je met je main character dus steeds, je hebt contracts die je kan doen voor een soort opdrachtgevers. Dat zijn ook een soort merchants, kan je items van kopen. Nou ja, die contracts zijn eigenlijk, het is allemaal fetch quests. En je gaat dus zo'n map in en dan moet je bijvoorbeeld naar een speciaal kamertje toe om iets te halen en dan ga je terug.
Ja. En zo kom je dus steeds in betere gear terecht. Mm-hmm. En hoe beter de gear is, hoe beter jij bent in player versus player combat. Ja, ik heb wel eens gasten gezien. Kijk, je hebt, dit is trouwens ook wel... volgens mij gaan we nu even naar de hideout. Mm-hmm. Ja, dat zijn, ja, je hebt een hideout, die kan je uitbouwen. Dat is weer een soort RPG-element. Kan je ja, allemaal dingen mee doen. Ik weet, het is een, ik moet wel eerlijk zeggen, het is nog een beta-versie. Dus ze ja. updaten ook nog steeds de game. Wel lang, hè? Want ze zijn er vanaf volgens mij 2010 is het aangekondigd. 2013 zijn ze mee bezig. En nu elke keer... Ja, ze hebben vier verschillende versies die je dan kan uitproberen. En waarbij de duurste dan... Want het is geen free-to-play game. Nee. Mensen denken niet, oh leuk, free-to-play. Nee, je moet het gewoon betalen. Het zit ook niet op Steam of op Epic. Het is gewoon... Eigen launcher, je koopt bij hun, krijg je een eigen launcher. Dus er schijnt wel misschien ooit een Steam-versie te komen. Het is ook alleen maar PC, niet voor de console. Wat wou ik nou zeggen? Ja, hier zie je trouwens de map. Is ook wel goed om even nog te duiden. Je hebt dus een aantal verschillende gebieden waar je in kan. Bijna alle gebieden zijn nu af. Kun je zelf aangeven in welk gebied je wil? Ja, of dat wel? En je kan ook kiezen in welke tijd. Zeg maar. Je hebt een dag en een nacht altijd. En de klok loopt dan steeds door. Nou, 's nachts is niet aan te raden. Want ja, dan heb je griezels met night vision en zo. Die pak je in één keer. Ja, maar wat wil je nou zeggen? Nou ja, goed. Nee, het is inderdaad... Nee, ik vind het altijd verbaasd dat soort games heel lang in een soort van beta-fase zitten. Ik bedoel, het moet uiteindelijk een affe game zijn, maar dat is het nog steeds niet. Er wordt natuurlijk gewoon getweakt. Er zitten ook zeker nog wel... Nou, je zag het net af en toe wat glitches in. Aan de andere kant is het ook een charme, want deze Russen die bouwen het samen op met de community. Ja, wat trouwens ook heel vet is de developer diaries. Want bijvoorbeeld de sound effects die ze opnemen, die klinken echt super bruut. En als je naar zo'n making-of kijkt, dan staan ze gewoon in zo'n donkerbruin Russisch bos. Staan ze gewoon met een paar lui met een AK, een beetje met zo'n field recorder, allemaal geluiden op te nemen. Ja, het is heel erg... Ze hebben ook een eigen YouTube-serie eromheen gebouwd. Raid heet dat volgens mij. Dat zijn een soort van filmpjes die ze er ook in maken. Is het ook zo dat als jij dus... Want ze zeggen van je kunt die wapens echt immens uitbouwen. Maar als je doodgaat... Dan ben je dat kwijt. Of dat verzeker je. Heb jij wapens verzekerd? Ja, ik heb het wel eens gedaan. En zeker als jij bijvoorbeeld een menselijke speler killt die gewoon wapens heeft die je nog nooit hebt gezien. Ja. Die echt diep in die upgrade path zitten. Ja, dan is dat natuurlijk echt heilig. Dan denk je, wauw, dit wil ik hebben. Alleen wat wel zo is, als een speler jou niet loot nadat je dood bent, dan kan het zijn, volgens mij zijn je wapens dan wel weer terug. Okay. Dus, maar het is meer als een gast jou loot, is jouw shit sowieso weg. Ja. Maar... Ja, ik ben aan het einde van Tarkov. Kijk, weet je wat belangrijk is om te zeggen? Aangezien de game steeds grote updates krijgt. Mm-hmm. Elke keer als er echt een grote update is, en dat vind ik wel jammer, dan is er een wipe van je progressie. Ah, dus, oké. Okay. Ja, weet je, ik heb hier 2 jaar geleden heb ik het heel veel gespeeld. En ja, was best wel ver gekomen. En recentelijk ben ik het weer begonnen, omdat ik dus een paar maanden geleden een nieuwe gaming PC heb gebouwd. Ja. En heel vet, alleen ja, al mijn progress is dus gewiped. En dat maakt het wel een beetje lastig, vind ik. Want ja, het is al zo moeilijk om ver te komen in de game. Het is niet heel rewarding dan. Aan de andere kant, wat zij natuurlijk willen, is gewoon weer nieuwe spelers. En ja, weet je, als de gasten... Want wat zit er ook bij Call of Duty en andere heb je dan... Ik weet nooit of dat nou echt helemaal goed uitgewerkt is, maar dan word je een beetje op basis van je level, word je bij elkaar ingezet en bij je stats en zo. Zodat dat gelijk... soortige bij elkaar zit. Is dat hier ook zo? Of nou, is het gewoon... niet helemaal. Ik moet trouwens wel heel erg lachen nu, want ik besef me ineens ook, er was een trick bij Tarkov die ik wel eens deed, want samen met Matze, trouwens ook extra chair van GameKings, shout-out naar Matze, daar speelde ik dit veel mee. Je kan dus wel in de lobby kan je lui inviten, wat we dan wel eens deden. Dan inviten we gewoon 2 lui in ons team en dan zei ik tegen Matze van, hey, zodra we spawnen, kill jij die een en ik die ander en dan jatten we hun shit. En dan gaan we naar de exit rennen. Nou, dat deden we een paar keer. Ja, het is echt smerig. Dan begin je gewoon zo'n potje met z'n vieren en wij draaien allebei direct op zijn headshotten die gast. Precies. Dus wat je het einddoel is altijd de exit halen, maar je kunt dus ook zeggen van, weet ik, je hebt 1 iemand gekillt, vet wapen, zo snel mogelijk naar de exit. Ja, dat is het inderdaad. En in principe, Tarkov is een beetje, ik noem het ook wel eens zwerfhond simulator, want ik voel me een soort zwerfhond, weet je. Ik moet constant moet ik oppassen en ik heb ook wel eens gewoon 10 minuten lang gewoon lopen sneken door het gras. Ja. Want je kan ook helemaal plat, omdat ik gewoon zo bang was dat ik doodging. En je hebt bijvoorbeeld 1 level, dat is heel vet, dat is een heel groot bos. En er zit allemaal lui met long range wapens op je te snipen en nou, je weet gewoon, als er geschoten wordt, weet je heel vaak niet waar het vandaan komt. Nee, nou dat, ik bedoel, ik zit nu ook te kijken, dat had ik gisteren ook van, ja... Waar komt het vandaan? En dan ook de hele tijd van...
Ik realiseer me ook wel, en dat wist ik natuurlijk ook wel, dat Call of Duty de makkelijke variant is, weet je wel. Waarbij je gewoon, bij spreken, op je D-pad drukt of whatever en hup, health komt erbij. Dat soort dingen. Je moet hier helemaal naar zo'n kutminietje toe waarbij je beeld weer blurt, waardoor je niks ziet terwijl je wordt aangevallen. Ja, meestal ligt het wel op een of andere manier op of zo. Dat het toch duidelijk is dat daar je dat daar iemand zit, maar... Nee, het is, wat dat betreft is het niet... Kun je ook ghillie zoet en dat soort dingen allemaal nemen? Gewoon goede camo en... Goeie vraag. Ik weet niet of er ghillie zoet in zit. Ik denk het wel. Zover ben ik nog niet gekomen en ik heb ze ook nog niet gezien. Jij komt niet zo ver omdat je steeds wordt afgeschoten, waardoor je niet heftige keer... En je hebt dus ook verschillende soorten maps. En ik moet ook wel zeggen, één map lag mij heel erg en die probeerde ik veel te spelen. Ja. Je hebt ook wel maps die zijn echt heel erg heftig. Echt zo'n fabriek, weet je al. Gewoon vol met goons die elkaar voor de kop schieten. Ik ging meer een beetje voor die buitenmaps. Ik ben een plattelandsjongen, dus ik hou van de weidse velden en de geur van klei. Nee, snap ik. En nou ja, daar is Tarkov wel geschikt voor. Er zitten een paar hele mooie buitenmaps in. Ja. Alleen, het is een game die wel echt heel hardcore is. En ik denk, als je bijvoorbeeld van games als DayZ houdt en PUBG, Tarkov... Arma. Arma, zeker, zeker. Dan is dit wel een game die het waard is. Maar als je een soort Call of Duty ervaring wil, dan is dit echt totaal iets anders. Nee. Nou, dat is het gevaar natuurlijk van Twitch. Hè? Als veel streamers, bijvoorbeeld Don Kaaklijn, die heeft de DSA al 2 keer gewonnen. Die speelt Call of Duty, Warzone en hij speelt Escape from Tarkov vaak. En dat wisselt hij een beetje af. En dat zijn zulke andere games. Maar hij zit wel op een hele jonge doelgroep die dan denkt, oh leuk, dan ga ik dat ook spelen. En heel veel mensen komen dan vrij van de koude kermis thuis. Nu kun je wapens ook kopen. Er is een vlooienmarkt. Ja, klopt. Er zijn vendors en die vendors, daar kan je dus klusjes voor doen. Maar je kunt ook van elkaar toch kopen? Dat klopt. Je hebt inderdaad ook je hebt een marketplace. Ja. Ja, dat is wel grappig. Een soort in-game economie, daar kan je dingen verkopen en kopen. Mm-hmm. Ja, dat... Is dat pay to win dan? Of? Nou, nee, want het gebeurt met in-game credits. En voor zover ik weet kan je die credits niet kopen. Er is een zwarte markt, dat weet ik wel. Daar proberen ze ook echt van af te komen, hoor. Dat het toch, omdat het PC is, dan weten ze altijd weer ergens een mod in te douwen, zodat je het ook voor real money kan kopen. Logisch is, omdat deze game zo populair is, dat mensen dan toch dat perfecte wapen willen hebben en dat dan kopen. Ja, ik krijg hier trouwens op mijn flikker. Ik kwam hier een gast tegen, maar ik wist niet zeker of die er was. Dus dan moet je heel erg je oren gaan gebruiken. En kijk, nou, daar gaat hij. En dat was hem. En dan zie je dus ook waar je bent geraakt. En je raakt ook wel eens een arm of een been kwijt. Dat staat er dan ook bij achteraf. Ja. Het is gewoon ontzettend gruesome. En als je ook voor je flikker wordt geschoten. Ja, op de duur, als je nog naar de exit moet. Soms ben je gewoon zo gewond. Dan kan dat nog net. En dat zijn echt van die momenten die bepaalde games kunnen gewoon een gamewereld echt helemaal in elke hoek van de game spannend maken. En dat heb ik met Dark Souls games, maar dat heb ik ook met deze game. Omdat het zo onvergeeflijk is. Nou ja, kijk, en nogmaals, dat komt dan ook een beetje voor mijn fetish voor oorlog, wat ik al vanaf kinds af aan heb. Als je kijkt naar de hedendaagse oorlogvoering, bijvoorbeeld in Oekraïne op dit moment, je ziet elkaar niet. Mm-hmm. Het is niet wat bij ons, dat je bunny huppend naar elkaar toe loopt en dan kijken wie het snelst is. Je ziet wat bewegen ergens in de bossen en daar schiet je op. Ja, en dat heb je hier ook. Het is overal kan het gevaar zitten en je ziet het eigenlijk niet. Je moet luisteren. daar zit ook weer een heel groot vraagteken of een heel groot uitroepteken achter van waarschuwing. Je kan elkaar ook doodschieten. En ik heb wel eens gehad... Kijk, friendly fire staat... Je bent zo paranoïde in deze game. Ik heb wel eens gehad dat ik dit met Mats aan het spelen was. En dat we in zo'n schoolcomplex aan het rennen waren. Ja. Hij komt ineens zo'n kamer uit. Ja, weet je hebt altijd maar een halve seconde. En dan gaat weer 20 minuten gameplay om zeep. Hoe lang duurde het weer voordat de vriendschap weer gesloten was? Meestal was het dan loote ik zijn spul. En dan gingen we daarna weer terug een potje in. En dan gaf ik het weer terug. Ah. Maar dan was het wel... dat was ik. Oh, en dan was ik heel triomfant. Ik zei, ik heb iemand doodgeschoten. Ja. En dan zei hij, dat was ik. Dus ja. Heb je wapens verzekerd? Als ik hem zou doodschieten... Nou, maar heb jij wapens verzekerd? Op dit moment heb ik een aantal verzekeringen lopen, zeker. Ja. Ja, ja, ja. En dat is gewoon in-game credits? Ja, dat is gewoon in-game credits. En als je dan wordt gekilled en die wapens die zijn er niet meer, dan kan je ze dus terugkrijgen voor een kleine prijs, voor zover ik weet. Ja. Maar ik moet wel zeggen, dat in alle eerlijkheid, ik heb dus 2 jaar geleden heel veel Tarkov gespeeld. Ik ben er net weer mee begonnen. Mm-hmm. En ik speel nu vooral nog even als scav, dus als zo'n Russisch hangjongere. Ik noem ze hangjongeren, ik weet niet waarom. Het zijn gewoon scavengers. Want dat is even een fijne manier om weer even in de gun game te komen. Dat je gewoon weet hoe het schiet, want het is
echt heel taai, zeg maar. Ja, en, ja ik, nee. vind het, ik vind het soms iets te spannend om direct allemaal goede gear op het spel te zetten. Nee, dat snap ik. Ja, nee. Ik zit er een beetje naar te luisteren. Vroeger speelde ik wel redelijk vaak Operation Flashpoint. Eigenlijk een beetje een voorloper van wat later Arma is geworden. Niet rechtstreeks, maar goed, Bohemia. Delta Force heb ik vroeger ook nog wel vaak gespeeld. Dat was ook zo'n game. One shot, one kill. Langzaam. Alleen daar zat die punishment zat niet zo in. En die punishment die houdt mij dan wat tegen. Ik bedoel, ik ken deze game, ik kijk er graag naar, maar het feit dat je iets heel moois hebt gevonden of iemand hebt doodgeschoten en daar een fantastisch geweer of stuk gear hebt gewonnen en dat je dat dan weer kwijt kan raken, dat is heftig. Ja. Maar je neemt feitelijk van een gamer de most precious stuff neem je gewoon af. Ja, maar dat is natuurlijk een beetje een dilemma waar ik dus... Nou ja, kijk, als ik zet vaak tegenover elkaar zet ik Assassin's Creed en Dark Souls. Omdat het voor mij... Ja, dat is een goede vraag. Het zijn beide open wereld games, maar de een heeft gewoon 0 consequentie op doodgaan en de andere heeft 100 consequentie op doodgaan. Ja. En ik denk dat ik ben wel van de Souls-achtige games en games waarbij je gewoon gepunished wordt als je doodgaat. Want het geeft gewoon dat je met veel meer... je bent veel meer op je hoede als je door de spelwereld heen gaat. Waardoor alle dingen waar je achter kan schuilen, alle elementen van de game die ook maar iets van cover bieden, worden ineens echt lifelines, weet je. En dat heb je met Tarkov ook, zeg maar. Een struikje. Ik heb gewoon echt een stukje steen. Daar heb ik nog steeds herinneringen aan. Van, oh ja, dat is dat stukje steen waar ik achter lag toen één guy mij aan het snipen was en ik suppressing fire van Matze vroeg en die knalde hem dood. Ja. Ja, terwijl bij Assassin's Creed bijvoorbeeld, hè, want het is een flauw... Dat kan je niet met Tarkov vergelijken, maar even... Games die geen consequenties hebben, daar ren je gewoon door. En je denkt, ja, als ik doodga, word ik 1 minuutje verder teruggezet in een dorp en dan kan ik weer. Ja. Dit is denk ik ook de reden waarom dit type game, die echt hele moeilijke games zoals Arma en Tarkov niet opgepikt worden door een first party. Kijk, nu denk ik dat een Xbox of een PlayStation het best wel graag aan boord wil hebben, omdat het zich bewezen heeft. Maar het risico... Het is gewoon geen mainstream game. Dus 9 van de 10 spelers zou zeggen, is te moeilijk. En ze maken het ook niet makkelijker. Net zoals From Software zegt, nee, we gaan het niet makkelijker maken. En uiteindelijk zie je nu wel dat door Elden Ring steeds meer mensen het tof gaan vinden. Maar ze hebben niet de makkelijke route genomen. Nee, het is een acquired taste. En ik denk wel dat er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden. En bijvoorbeeld als je Warzone 1 eventjes pakt, wat ook natuurlijk gewoon een shooter was. Ja. Die was wat vergevingsgezinder. En daar waren, kon je jezelf nog terugkopen. Ja. Ik moet zeggen dat ik dat uiteindelijk toch wel meer heb gespeeld dan Tarkov. Mm-hmm. Ook daar gaat de vergelijking niet echt op. Maar ik ben zelf gewoon niet zo heel goed. Ik kan redelijk meekomen. Mm-hmm. Ik ben gewoon middenklasse, zeg maar. Ja. Maar ik merk wel dat het af en toe ook wel heel frustrerend is. Een game als Tarkov, dan heb je eindelijk je shit. En dan denk je, ja, dan gaan we weer. Ja. Het is, je bent de wanhoop op de duur nabij. Nou ja, kijk, die spanningsboog kun je gewoon, denk ik, fysiek en mentaal niet uren achter elkaar doen. Warzone kun je uren achter elkaar doen, omdat het light, weet je wel. Het is kut als je wint en dan pak je eens een keer een winnetje, is leuk. Maar Tarkov, je moet 110% focus zijn. Dat hou je niet gewoon heel lang, denk ik, vol. Maar ik vind het bewonderwaardig dat soort game zijn. Ook nog even de makers. Moet ik weer eventjes kijken. Battlestate Games. Ze staan ook wel een beetje onder vuur, laat ik zo zeggen. Bijvoorbeeld, er zitten geen vrouwelijke characters in. Klopt, omdat ze hebben ooit in het begin gezegd, vrouwen reageren niet heel erg goed op stressy situaties in het echt. Ja, dus ze hadden gewoon iets gezegd in de trant van dat de vrouwen niet geschikt zouden zijn voor de spanning van Tarkov. Nou ja, dat... Ja, ook in het echt, hè? Dus als soldaat. Wat ik trouwens wel bijzonder vind, want volgens mij was het Russische leger niet in de Tweede Wereldoorlog die allemaal vrouwelijke snipers had. Zeker. Dus eigenlijk, ik weet niet, misschien hebben ze hun eigen geschiedenisboek niet goed gelezen. Dat hebben ze later wel, omdat ze natuurlijk zagen, dan krijgen ze natuurlijk weer van de woke brigade een enorme shitload van ellende overheen. Hebben ze het een beetje goed weten te praten, maar het zit er nog steeds niet in. Nee. Er zitten nog steeds geen vrouwen in. En een van de mensen die daar werkt, die heeft ooit een keer een stream gedaan waarbij hij een niet doorgeladen pistool tegen zijn hoofd zette en klak deed of zo. Nou, het zijn een beetje types. Ja, klopt. En het is inderdaad ook wel, het is ook een beetje een randgame gemaakt door randfiguren. Ja. Het heeft wel iets wat geen andere game heeft. Dus als je down bent voor de challenge van je lifetime, waarom heb ik zoveel Engelse woorden nodig trouwens om het te uiten? Ja, dat weet ik niet. Nee, dat weet ik eigenlijk ook niet. Nee, nou, maar het mag wel. Ja. Het is tegenwoordig vrij normaal. De uitdaging van je leven. Ja. De uitdaging van je levensdagen. Klinkt ook veel slechter. Is dit
Als je kijkt naar, 2022. Heb je het in 2022 gespeeld? Ja, nog net op de valreep. Oké. Zit het dan weer in je top 10 beste games gespeeld dat jaar? Blijft het gewoon steeds terugkomen? Dat misschien als mijn progress niet gewiped was en ik... als mijn voortgang niet gewist was, dan had ik dat wel gezegd. Alleen omdat ik nu dus weer helemaal terug bij af ben gezet, voelt het een beetje als een klap. Ik wilde slap in de face zeggen. Een klap tegen het gezicht. Yeah. En dat maakt het voor mij gewoon erg moeilijk om er weer in te komen. Ja. Maar ik, ja, het inmiddels zal... ben je wel weer begonnen. Ik heb er, ja, precies. Ik heb toch een beetje een zwak voor deze game. Dus ja. Alleen eigenlijk, ik speel het nu dus weer in mijn eentje. Ja. En dat maakt het gewoon eigenlijk te taai. Ik zoek gewoon wat medestanders en. Tot die tijd. Is dit een oproep? Nou, wellicht. Wellicht. Zijn, okay. Als er wat geharde soldaten aanwezig zijn die dit kijken, dan neem mij maar op sleeptouw. Ja. Zet in de comments even, in de commentaren even je gebruikersnaam. Ja. Dat is echt moeilijk dit. Ja, ja. Nee. Nou, comments is wel echt comments, vind ik hoor. Commentaar. Volgende Tarkov item ga ik helemaal in het Russisch doen. Okay. Chiki briki pachawiki. Maar zet je gebruikersnaam in de commentaren onder de video. En dan zal ik wellicht mij voegen in jouw leger. Squadron. Ja, precies. Ja. Ik denk dat we nu meer hebben kunnen vertellen over Escape from Tarkov. Wat de aantrekkingskracht van deze game is. Hoe ongelooflijk lastig het is. En dat is ook exact de reden waarom we het tot nu toe niet hebben gedaan. Nogmaals, de presentatoren moeten zelf aangeven, ook een beetje, afgezien van reviews, maar vinden ze iets tof, spelen ze iets lang, zitten ze er vol in. Nou, Warzone hebben een aantal mensen die dat wel doen. Dit is gewoon een hele lastige game. En je moet er ook maar de tijd voor hebben. Gelukkig dat Jasper dat wel heeft en had. Mm-hmm. En er meer over kan vertellen. Ik heb trouwens een geschreven recensie in het Engels gemaakt over Tarkov. Die in het Engels natuurlijk. Die, ja. Die kan ik eventueel wel even in de commentaar even plempen. Als je mij het linkje even appt, dan zet ik die gewoon even in de tekst erbij. Kun je daar ook nog over lezen. Laat even weten, als je Jasper wil carryen, wil dragen, dan kan dat. Yes, draag me.